Een aantal Nijmeegse handhavers is sinds maandagmiddag uitgerust met een bodycam tijdens hun werk op straat. Deze kregen de boa's overhandigd van burgemeester Bruls. De camera's zullen door de medewerkers in de gehele stad gedragen worden en alleen worden aangezet tijdens bedreigende situaties. Je klikt hem aan, je drukt wat lang op de knop, dan gaat hij aan, dan gaat het groene lichtje branden zoals hij nu doet. En als ik hem nog een keer kort indruk, dan gaat het rode lichtje branden en dan is hij echt aan het draaien. Nou, we gaan het komende jaar zien of die camera doet wat hij moet doen, namelijk registreren als mensen zich gevaarlijk opstellen, richting de boa's of tegen elkaar, dus met geweld dreigen. En ook heeft het een functie om boa's wat beter te beschermen, hè? Want als je zo'n cameraatje hebt, ja, heb je natuurlijk ook mooi bewijsmateriaal als iemand tekeer wil gaan. Op het moment dat ik zeg van, goh, ik vind de situatie gevaarlijk, ik druk hem aan, dan gaat hij 30 seconden van tevoren, neemt hij al op, want dan kan hij al een beeld krijgen van, hey, wat gebeurt er precies, hoe is de situatie opgebouwd. Nijmegen is niet de eerste stad die de boa's een bodycam geeft. In Rotterdam bijvoorbeeld is er al eerder zo'n proef gedaan. Volgens burgemeester Bruls was het daar een succes. Daar hadden ze tamelijk positieve ervaringen. Dus dat heeft ons ook geïnspireerd. Nou, dan willen wij het wel overnemen. We gaan echt bewust een jaar dat nu doen om ook te kijken of het dat effect heeft. Want ja, we hebben het nog nooit bij de hand gehad hier in de stad. Dus dat moet blijken.